De gidsen in Suriname zitten nu bijna twee maanden thuis vanwege de COVID-19-crisis. Dit zei Errol Gezius, secretaris van de United Tour Guides Suriname UTGS, vandaag in het programma ATV COVID-19-update. Hij geeft aan dat er freelance gidsen zijn en gidsen in vaste dienst bij toerbedrijven. Maar alle gidsen hebben het nu moeilijk voor wat betreft de inkomsten. Je hebt bepaalde type gidsen. Uh, je hebt freelancers mm -hmm. die werken op afroep. Okay, je wordt gebeld om een tour te brengen morgen, overmorgen naar wherever. En dan ga je er naartoe om die tour te doen. Je hebt dus de vaste gidsen, die zitten in vaste betrekking bij de, bij de touroperator. En als er nou tour is of niet, die worden doorbetaald. Nu, zelfs de touroperators die gidsen in vaste dienst hebben, kunnen dat niet lang volhouden. Dat gaat misschien twee maanden, drie maanden. Maar langer dan dat uh, is, is misschien niet uh, zo zeker. De gidsen die thuis, die freelance gidsen, die zitten dan thuis, omdat ze dus geen werk hebben. En het is wel zo dat ze wat spaarcentjes hebben opgedaan, maar saaf, saaf, ping, 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 ding, ding, uh, de spaarcentjes, dus het gaat uiteindelijk opraken. Gezius zegt dat er naar mogelijkheden wordt gekeken om gidsen in andere sectoren in te zetten. Hierover zijn er ook gesprekken gevoerd met het COVID-management team. Gidsen die op een ander gebied ingezet willen worden voor de time being. Bijvoorbeeld, uh, we hebben dat ook gecommuniceerd uh, met het uh, COVID-team, mm -hmm. waar we ook in een gesprek zaten. We hebben ook, dat ook gecommuniceerd, gecommuniceerd met het uh, ministerie van Handel en Industrie. Dat uh, gidsen op dit moment thuis zitten, maar ze hebben heel veel skills, overdraagskills, uh, om kennis over Suriname over te, over te dragen. Zet ze anders in. Zet ze in om voorlichting te geven. Uh, uh, en zo hebben we een hele lijst van mogelijkheden mm -hmm. voor het ministerie uh, naar voren gedragen en um, um, ook is dat een uh, ander ding is dat we gaan kijken naar hoe kunnen wij um, uh, Surinamers motiveren om te toeren in eigen land. Errol Geesje, secretaris van de United Tour Guide Suriname. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma Covid-19-update. Dit programma wordt na het ATV-nieuws herhaald.